Er zijn heel veel mensen die sociale relaties, die zo belangrijk zijn om een goed leven te leiden, die ze niet hebben. En in dat verband doe ik vooral onderzoek naar wat maakt mensen nou weerbaar in sociaal opzicht? Wat heb je daarvoor nodig? Ik geloof in de eigen kracht van mensen en het zelforganiserend vermogen van inwoners. Ik wil dat heel graag wind mee onder de vleugels geven en stimuleren, zodat mensen eigen regie kunnen nemen en zelf het verschil kunnen maken in hun omgeving. En dat we goed zorgen voor elkaar. Ik heb Joiners opgericht omdat ik eigenlijk pedagoog ben. En als pedagoog kom ik heel veel eenzaamheid bij jongeren tegen. Eenzaamheid staat niet bij iemand op het voorhoofd. Het is ook niet te zien zoals een gebroken been. Het is vaak van binnen, dus je kunt het niet zien. En ik denk altijd maar, iets wat je niet kunt zien, kun je horen. Dus je moet met jongeren in gesprek gaan om die eenzaamheid aan het licht te krijgen eigenlijk. We zien dat veel mensen eenzaam zijn. Als je eenzaam bent, dan ga je ook minder voor jezelf koken. Is het lastiger ook om voor jezelf te koken? We hebben laatst een heel grootschalig onderzoek gedaan naar 4000 Nederlanders. En daar zien we dat bijvoorbeeld de alleenstaande het merendeel van de tijd voor de tv of in de woonkamer eet. Terwijl we het eigenlijk belangrijk vinden dat je met elkaar aan tafel gaat, dat je samen kookt. En hoe mooi is het dan om ook in de week tegen de eenzaamheid mensen te stimuleren om samen te gaan eten en aan tafel te gaan. Wat we nu zien in de afgelopen jaren sinds het actieprogramma er is, dat in bijna alle gemeentes in Nederland allerlei partijen de handen in elkaar slaan om te kijken van ja, wat doen wij eigenlijk in onze gemeente aan eenzaamheid en wie doet wat? Wij hebben zeg maar in aansluiting op het landelijke actieprogramma hebben wij ook een plan van aanpak gemaakt tegen eenzaamheid. Dat heet Nederweert, we zijn er voor elkaar. Dat geeft ook eigenlijk al een beetje aan dat wij het woord eenzaamheid niet zo heel vaak gebruiken. Wij gaan veel meer uit van de aandacht hebben voor elkaar en hoe kunnen we dat veel meer stimuleren. Zij willen erbij horen, zij willen niet eenzaam zijn. Dus zij vinden zichzelf helemaal niet in dat woord. Dus wat je moet doen is met jongeren in gesprek gaan over hoe het met ze gaat. En laat zien dat je hen ziet en hoort, dat je nieuwsgierig naar ze bent. Eten verbindt, dus we hebben samenwerking gezocht met Resten van Harten, waar we nu ook zijn. En Go Mingle. En samen organiseren tijdens de Week tegen de Eenzaamheid ontmoetingsdiners, zodat mensen met elkaar verbinden. Ons ideaal moet zijn dat iedereen aandacht krijgt en ook de wetenschap dat iedereen, ieder van ons, daar een bijdrage aan kan leveren en het verschil kan maken voor die ander.